Wat levert naast de liefde op? Zodra je zelf moeilijke tijden doormaakt, is het volgende advies de beste oplossing. Probeer te focussen en te herinneren hoe succesvolle dagen voelen. En zo'n herinnering heeft meteen invloed. Als je commit om mensen in je omgeving te helpen en te empoweren, dan zorgt dat er weer automatisch voor dat je de sterke punten in de ander ziet. En uiteindelijk zorgt dat geven ervoor dat je zelf persoonlijk groeit. Eigenlijk een soort win-win situatie. Ik geef aan de ander en krijg daardoor. En zoals Hillel zei, heb je naaste lief. Naaste liefde zorgt voor krijgen. En onthoud, alleen kleine mensen kleineren.